Hallo, ik ben Tim van Media Mart Mechelen en vandaag presenteer ik u de Miele Scout RX1. We zullen eens kijken wat er in de doos zit. De handleidingen. Natuurlijk de Miele Scout RX1. Een extra filter. De twee langharige borstels. De lader. De afstandsbediening met batterijen in. 1 meter magneetstrip. Daar vertel ik er straks meer over. En natuurlijk de voedingskabel. De Miele Scout RX1 heeft twee langharige borstels waarmee deze makkelijk in de hoeken gaat komen. Dan heeft hij ook nog een kortharige borstel om al het afval in de afvalbin te krijgen. Voor de rest heeft hij ook nog een paar sensoren van voor. Die er gaan ervoor zorgen dat hij niet van trap afvalt en dat hij ook niet de grote hoogteverschillen gaat overbruggen. Voor de rest hebben we natuurlijk ook de afvalbin. En hebben we van boven ook de camera. Deze gaat ervoor zorgen dat hij een plattegrond gaat creëren van heel het gebied. En zo gaat hij makkelijker zijn weg ook terugvinden. De Miele RX1 Scout omvat 4 modussen. De eerste modus is de automatische modus. Dat is het woord zegt het zelf. Hij gaat alles automatisch doen en nadien keert hem gewoon terug naar zijn laadstation. De tweede modus omvat de spotmodus. Hiermee kan je bijvoorbeeld enkel je tapijt kuisen, als je dat wil. De derde modus is de turbomodus. Wat wil dat zeggen? Dat alles sneller wordt gedaan, maar natuurlijk niet zo grondig als bij de andere modussen. De vierde modus is de hoekenmodus. Wat wil dat zeggen? Dan gaat hij gewoon hetzelfde automatische modus doen, maar hij gaat zich meer concentreren op de hoeken natuurlijk. Deze magneetstrip zorgt ervoor dat hij bijvoorbeeld een ruimte niet ingaat. Bijvoorbeeld, je hebt je kamer weer niet opgeruimd. Dan leg je gewoon deze strip ervoor en dan gaat hij er gewoon niet binnen. En dan gaat hij ook daar niet stofzuigen. Dan hebben we ook nog de afstandsbediening van het toestel. Deze omvat de aan- en uitfunctie, de start- en stopfunctie van het toestel, de klok waarmee je gewoon het uur kan instellen, de timer waar je kan zeggen hoeveel minuten of hoeveel uur dat je wilt dat hij stofzuigt per dag. En dan gewoon ook de 4 functies van het toestel. Deze knop stuurt hem terug naar de basis. Wat wil dat zeggen? Dat jij hem gewoon terug gaat insteken. Hij gaat gewoon naar zijn basis terugrijden en hij laat zich op en hij wacht tot jouw commando. Dan hebben we natuurlijk ook hier het laadstation van het toestel. Hier gaat hij gewoon altijd naartoe rijden als hij weet dat zijn batterij leeg is. Het toestel kan ongeveer 150 vierkante meter stofzuigen. En dit is voor een toestel, voor een robotstofzuiger, reeds zeer veel. Wilt u toch terug weer stofzuigen? Geen nood. Na 2 uur is het toestel weer opgeladen. Wilt u meer informatie over het toestel, over de Miele Scout RX1? Stuur dan naar mediamarkt.be of kom je langs in een van onze winkels.